Janet en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Juffenweek vlog. Het is vandaag maandag 12 februari. En als je er heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een blauw duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal en dan heel veel kijkplezier. Het is dus maandagochtend. Ik ben wat later op werk, want ik had volgens mij alles voorbereid. Ja, ik heb mijn gouden sieraden in, want ik ben dus sinds vorige week geswitcht van zilver naar goud. En ik ben er eigenlijk wel heel blij mee. Dus ik heb dit weekend nog wat sieraden erbij gekocht. En dan ga ik het steeds een beetje meer aanvullen. En ik heb dus deze strik in mijn haar. Oh. Nou, de eerste oorbel valt uit. En vorige week hadden we de doorstroomtoets. Ik heb vorige week en die week daarvoor ook al dingen gefilmd. Dus heel misschien laat ik dat hiervoor nog zien. Moet ik nog eventjes over nadenken. Want ik weet niet of het echt super leuk is om te zien. Maar vandaag hebben we een drukke planning. En ga ik voor jullie gewoon lekker filmen. Morgen hebben we carnaval op school. Dus dat eigenlijk een beetje. Dat is de planning. Ik ga nu even het bord opstarten. En kijken of alles gedaan is. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Heel goed. De dampkring. Ja, het waterpeil heel goed. Heel goed, het hoge drukgebied. Dus omdat het begin van de zin is, schrijf je de S met een kleine letter en de W een grote letter. Woensdags. Ali's vader heeft een grote supermarkt. Schrijf op Ali's. En Ali is natuurlijk een naam, dus die schrijf je met een hoofdletter. 4. In dat restaurant heb je veel keuzemenu's. Schrijf op keuzemenu's. 5. Ik heb veel hobby's zoals voetballen en computeren. Schrijf op hobby's. Oké, ik ben klaar. Het is gelijk 5 uur. Ik had 2 gesprekken en dan vliegt de tijd echt voorbij. Dus ik ga nu lekker naar huis. Een klein beetje opruimen. En dan ga ik er vandoor. Good morning. Het is vandaag dinsdag. En vandaag is het carnaval. Nou ja, in de middag vieren wij het op school. Echte carnaval is natuurlijk wel een beetje geweest. En wij wonen boven de rivieren. Dus we doen het niet echt, maar gewoon een beetje polonaise en dat soort dingen. En ik had dus echt geen outfit. Ik heb nu een outfit van iemand geleend. En het is een bananenpak. Dus ik ga straks verkleed in een bananenpak. Maar in de ochtend hebben ze gewoon normale lessen. En vandaag krijgen ze de nieuwe plekken. Want vanaf donderdag hebben we vakantie. En ik doe alvast de nieuwe plekjes altijd voor de vakantie. Want anders krijgen ze altijd een beetje stress. En gaan ze nadenken de hele vakantie van waar zit ik. Dus ik doe dat altijd lekker voor de vakantie. Dus wat op de planning staat is rekenen, begrijpen, lezen, de groepjes, topo en spelling. En dan in de middag gaan ze dus groepsdoorbroken. Dus met de andere groep 7 en 8 gaan ze dan iets leuks doen. En bij mij is het een soort drama- en muziekopdracht. Ergens hebben ze een bingo en ze hebben een soort knutselopdracht. Dus dat is een beetje de planning. Ik ga het bananenpak even in de kast leggen, dat de kinderen het nog niet zien. Dan ga ik even de computer opstarten en dan ga ik me even alles klaarzetten voor straks. Ik heb gisteren dus na een tijdje weer echt een beetje gesport. Dus ik heb wel heel veel spierpijn. Ik heb wel lopen en hardlopen gedaan. Alleen ik had dus nu krachttraining gedaan en ik heb echt helemaal pijn in mijn bovenbenen. Ik ben nog steeds echt blij met mijn gouden sieraden. Ik ga dus nu even alles klaarzetten. En dan wil ik ook gelijk... Oh, zal ik even laten horen wat ik van plan ben vanmiddag? Nou, in ieder geval heb ik ook van die soort boomwekkers. Van die... Ja, ik weet niet of jullie weten wat dat zijn. Leerkrachten weten het sowieso. Kijk, dit. Ik zoek het eventjes op. Boomwekkers. Kijk, boomwekkers zijn deze dingen. En hier kan je dus muziek mee maken. En dat vinden kinderen altijd heel erg leuk. Dus ik dacht, ik ga daar iets mee doen. En dan in het thema van carnaval. Ze hebben dus een soort carnavalslied. Die ga ik even luisteren. Het geluid staat heel hard. Oké, ik ga me dus nu snel eventjes omkleden. Als banaan. Ik ga echt een stuk om mezelf. Zo.
Let's go. Hoe gaat het, meiden? Daar ben ik het beste erin. Ja, altijd mijn jas. Goed, hè? Oh, ik heb hem ook nog eens verkeerd. Anders is dit goed mee. Ik krijg een stuk op mezelf. Heel goed. Good morning. Het is vandaag woensdag 14 februari, Valentijnsdag. En wat meiden uit mijn klas hebben het bord helemaal mooi gedaan met hartjes. En ik ben dus nu even het bord zo aan het doen. We hadden in de klas teksten over dat dit eigenlijk commercieel is. Maar het is altijd leuk om het toch nog een klein beetje, ja, toch wel iets eraan te doen. Dus ik heb even het bord klaargezet. We hebben vandaag een korte dag, want het is woensdag. En ik heb ook een buitenles. Wat ik namelijk heb, ik heb hier 14 plaatjes. Die ga ik buiten ophangen over het schoolplein. Moeten ze hier de woorden opzoeken en dan mogen ze daarna de woordzoeker maken. Dus ik ben heel benieuwd wat ze ervan vinden. Maar ik dacht eventjes lekker naar buiten is wel goed. Nou, deze heb ik altijd hangen in de klas. Die ga ik eventjes schoonmaken en dan ga ik ze eventjes opnieuw invullen. Good morning, het is vandaag donderdag en dit is mijn laatste dag dat ik echt moet werken. Morgen hebben we studiedag, moet ik ook wel werken, maar dan zijn de kinderen er niet. Dus vanaf vandaag, vanaf de morgen hebben zij vakantie en ik heb dus vrijdag lekker een beetje vakantie. De voorjaarsvakantie. En ik heb eigenlijk al echt super veel gedaan. Ik ben dus nu op school om even de laatste dingen voor te bereiden voor straks. Ze hebben nieuwe plekjes. Ik heb eigenlijk best wel veel nagekeken. Na de vakantie beginnen we wel met een nieuw boek in de klas. We hebben dus de methode Atlantis. En dan het eerste thema ging over Indonesië. Toen ging het over fabrieken. En nu hierna over het menselijk lichaam. En daarbij hoort dus dit boek. Dus die ga ik wel alvast in de vakantie eventjes een beetje doorkijken. Dat ik weet wat ik ga voorlezen. Verder ga ik eventjes een bord klaarzetten. En dat is eigenlijk een beetje de planning voor vandaag. Welke dag is het? 15 februari. Gisteren was het dus Valentijnsdag. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel gefilmd, dus een korte dag altijd. Huiswerk op tafel. Zo. En dan hebben ze een lekker vakantie. En daar zijn ze ook wel echt lekker aan toe. Verder heb ik de ramen leeggehaald, want die worden in de vakantie gedaan. Dus helemaal top. Het is dus vandaag vrijdag en ik wilde vanochtend mijn make-up filmen, maar toen viel mijn camera uit. En ik heb vandaag dus studiedag op werk. Dus ja, de kinderen zijn er niet. Die hebben al vakantie. Maar wij gaan dus nog allemaal dingen bespreken. Volgens mij gaan we het over de CITO's hebben. En over hoe je moet leren. Nou, ik heb eigenlijk niet precies me helemaal ingelezen. Dus dat. En ik heb deze week volgens mij best wel wat dingetjes gefilmd. Maar ik denk dat het ook wel leuk is om de dingen van... de camera moet even blijven staan. Om de dingen die ik vorige week heb gefilmd misschien hierachter te plakken. Dus ik denk dat ik dat wel ga doen. En ik heb dus vorige week kaartjes voor Adele kunnen regelen. En ik kan echt niet wachten. Dus ik ben alleen maar Adele aan het luisteren. En ik vind dit liedje zo mooi. Ik ga hem even opzetten voor jullie. En ik ga dus samen met mijn moeder er naartoe. Ik moet heel eventjes... Zo. Dus we blijven daar dan ook een paar nachtjes. Dus dat is wel heel leuk. Maar dit is echt mijn fave nu. Dit lied. Zo mooi.
been walking in the same way as I. Ik kan hem niet te lang filmen, maar ik ga nu werken, dus jullie zien mij zo. Ik kan natuurlijk niet heel veel filmen, want ik ben alleen maar met leerkrachten. Nou, ik ben aangekomen. Ik kan alleen echt nergens mijn haarborstel vinden. We zitten dus op studiedag altijd in mijn lokaal, omdat ik groep 8 heb. Heb je natuurlijk gewoon de grootste tafels en zo. Geven. Je krijgt namelijk straks een briefje uit deze bak. En jij gaat vandaag een compliment opschrijven voor diegene. Nou, hoe je een compliment geeft, daar gaan we het zo over hebben. Je schrijft dat op dat briefje. Je hoeft je eigen naam er niet bij te zetten. Dus je pakt een briefje en je ziet bijvoorbeeld staan. Nou, ik heb toevallig Roos. Dus ik ga een compliment voor Roos opschrijven. Hoef ik niet mijn eigen naam op te schrijven. Heb je dat gedaan, doe je hem terug in de bak. En dan krijgen jullie uiteindelijk allemaal een compliment terug. Ik doe ook mee. De kinderen die er nu niet zijn, die doen ook mee. Dus misschien, die kunnen nu zelf geen compliment geven, maar natuurlijk wel een compliment ontvangen. Nou, wat heel erg belangrijk is, er zijn namelijk 6 belangrijke spelregels bij het geven van complimenten. Nummer 1. Doe het in de ik-vorm. Er zijn straks 10 plaatjes. Die liggen in de klas, in de tussenruimte of op het leerplein. Op de achterkant van het plaatje staat een cijfer. Bijvoorbeeld nummer 10. Nou, die weten jullie dan al. Nummer 10, wat zien we hier op het plaatje? Lollies. Lollies. Jullie schrijven achter nummer 10 het woordje lollies. Andere 10 plaatjes, die moeten jullie zelf zoeken. Als je straks alle 12 de woorden hebt, dus je hebt hier straks 12 woorden staan, ga jij een woordzoeker maken met die woorden. Daarna laat je iemand uit de klas of uit jouw groepje, laat je die woordzoeker oplossen. Je mag schuin, je mag van boven, je mag van onder. Alleen ik heb 10 plaatjes verstopt. Dus je moet zelf ook nog voor 11 en 12 zelf 2 woorden verzinnen met een appelschop S. Ja? Wie heeft er een vraag over deze opdracht? Ik wacht even tot het stil is. Die gloos! Oh, die heb ik al verlicht. Ja, jongen, gaan kattenbroeken. Oké, jullie krijgen van mij zometeen dus een blad. Op dat blad staat personage A en personage B. Toevallig is dat hier oma 1 en oma 2. Maar je hebt ook piraten, leerkracht, leerling. Je hebt heel veel verschillende personages. Je hebt straks een tweetal. Je gaat naast elkaar zitten. Je schrijft even op wie welk personage is. En dan ga je deze dialoog... Misschien is het handig om eerst even te luisteren naar de uitleg. Ga je deze dialoog afmaken? Nou, hier staat bijvoorbeeld bij A, dus dat is oma 1, heb jij nou, en het eindigt op een vraagteken. Dus dan moet jij iets verzinnen, een stukje tekst, wat je daar gaat schrijven. Persoon A schrijft dit dus ook zelf op. Dus bijvoorbeeld, je gaat dus samen deze dialoog afmaken. Hier staat bijvoorbeeld oplossen, en het eindigt hier bijvoorbeeld met weg. Nou, als je dit af hebt, dan ga je het samen ook eventjes oefenen. Dus dan ga je het even tegen elkaar zeggen. En dat je het eigenlijk zo goed mogelijk en flexibel mogelijk dat tegen elkaar kan doen. En dan wil ik er straks ook een aantal even voor de klas doen. Dan is het natuurlijk niet, je hoeft het dan niet uit je hoofd te weten. Maar het is wel belangrijk dat je dan de tekst klaar hebt. Wie heeft hier een vraag over? Nou, dit hebben we dus gemaakt voor de kinderen. En dan hebben we even een lief berichtje erop geschreven en een geluksklavertje 4 erbij gedaan. Dus die ga ik nu eventjes allemaal op de tafels leggen.
En de kinderen uit mijn klas hebben vandaag dus de doorstroomtoets, de nieuwe eindtoets van groep 8. En ja, de hele klas staat dus klaar. Ik heb alles klaargelegd. Ik heb de boekjes net klaargelegd. Ik ga nog alleen heel even iets op het bord doen van succes of zo. Even een leuk berichtje. En dan gaan zij dus vandaag die toets maken. Ik ben echt super benieuwd hoe het gaat zijn. Ik ga die nog eventjes veranderen. Ja. Nee, dus ik ben echt heel erg benieuwd hoe ze het gaan vinden. En of ze het makkelijk ervaren of moeilijk. En ik ga nu heel eventjes nog als laatste mijn bureau opruimen. Want ik wil gewoon dat er nul rommel in mijn klas is. Dat ze gewoon niet afgeleid kunnen worden door andere dingen. Dus ik ga dat nog heel even snel opruimen. En dan gaan we beginnen met de dag. Dus nog even snel mijn bureau opruimen. Oké, pak ze in je handen. Pak ze zo beet. En doe mij eventjes na. Heel goed, omhoog. Heel goed, omlaag. Heel goed. En even opzij. En de andere kant. Rustig. En de andere kant op. Omhoog. Oké, zeg maar na. Ik ben trots op mezelf. Ik ben trots op mezelf. Ik kan dit. Ik kan dit. Ik mag fouten maken. Ik mag fouten maken. Heel veel succes. Heel veel succes.